afgelopen week werd op het NK-terrein de Beleef Plusbeurs gehouden. Nou, de beurs is eigenlijk een leuk uitje voor de mensen die zich thuis voelen in de doelgroep. Hè. De 5 uit de Plusbeurs is eigenlijk bedoeld voor mensen die niet meer werken en die eigenlijk denken van ja, wat kan ik u nu al zo doen? Het is heel breed, het is van wonen, reizen, tuinen, vakantie, noem maar op. Er is van alles te doen en te zien. De beurs wordt voor de eerste keer in Ede gehouden en is bedoeld voor 55-plussers. Bedoeling is vooral om te ervaren. Zo kunnen bezoekers bijvoorbeeld elektrische fietsen uitproberen. We hebben hier een 5-tal fabrikanten met allerlei verschillende elektrische ondersteuningssystemen. Waar de mensen vrijblijvend en lekker hun rondjes kunnen maken. En zo kunnen ervaren hoe het fietst. Hoe vindt u het elektrisch fietsen? Nou, eigenlijk wel aardig. Maar het is nog maar het eerste begin wat ik hiermee doe. Maar ja, het bevalt me wel. Ja. Er zijn dus verschillende aandrijftechnieken. Hè. In het begin was er maar één soort toen de elektrische fiets in opmars kwam. Nu zijn er fietsen met motors in het voorwiel. Motors, vooral fietsen met middenmotoren. Ja, en dat is toch wel een proefrit waard om te ervaren hoe dat rijdt. De keuze is zo ontzettend groot dat je eigenlijk bijna niet meer weet wat je moet kiezen. Gewoon nog wel proefritjes maken? Maar dat kan niet eindeloos blijven doen natuurlijk. Hè. En de mensen ervaren het ook, met name de fietsen met middenmotoren, dat ze zonder ondersteuning, dus zonder de elektrische ondersteuning in te schakelen, dat zo'n fiets lekker licht rijdt. En natuurlijk met ondersteuning, ja, dan is het, dan hoef ik je niks te vertellen. Dat zie je aan die glimlachende gezichten die steeds langskomen. Wat is nou het grootste verschil? Hoezo? Tussen een elektrische fiets en een normale fiets? Een normale fiets, dan ga je gewoon op je eigen kracht. En dan is het eigenlijk een soort prestatie die je dan verricht om 60, 70, 80 kilometer te fietsen. Ook het Leger des Heils was aanwezig. Nou, dat is in elk geval dat we onze doelgroep willen bereiken. En dat gaat om mensen van in de 50 en ouder. Om mensen op de hoogte te brengen van dat wij als Leger des Heils mensen kunnen helpen met betrekking tot afwikkeling van nalatenschappen. Er is een commerciële afdeling van het Leger des Heils die eigenlijk mensen niet eens weten. Maar wij proberen op deze manier gelden binnen de organisatie te krijgen om het werk te kunnen voortzetten van het Leger des Heils. Het ervaren was ook mogelijk bij een golfspel. Ervaren golfspelers gaven uitgebreide instructies aan de deelnemers. 2 erin, dus ik weet niet of dat een goed resultaat is, maar ik betwijfel het. Waar ging het fout? Ja, het slaan, hè. Je denkt van dat doe ik even, maar dat lukt niet zo best. Dat is toch niet zo'n goede oog-handcoördinatie? Nee, ik denk, zou het daarin liggen, denk je? Ja, wellicht. Ja, ik denk oefening baart kunst. Misschien als je het vaker doet, dan moet het wel lukken.